Fabulous Friday. Friday? February. Fabulous February. Ik wil nu al dat het vrijdag is. Nee, Fabulous February. Dat gaat natuurlijk om de maand februari, waarin er geloof ik 491 games uitkomen. Heel veel grote triple A's. We hebben deze week Sifu, we hebben deze week Dying Light, Horizon komt eraan, et cetera, et cetera. Maar er zijn ook wat kleine pareltjes die dan dreigen onder te sneeuwen, omdat al die grote games om die aandacht vragen. En we kunnen maar zoveel video's op de site zetten. Maar deze game wilden we toch niet mislopen. En wilde ik met name jou niet onthouden. Want jij bent een fervent skater. Jij was een fervent skater. Je bent een fervent skater. In ieder geval als puber heb je heel veel geskate. Precies. En toen dacht ik, nou, dit is wel wat voor jou. Ook vanuit de community zeiden veel mensen. En ik heb het natuurlijk over Ollie World. Van, hey, gaan jullie dit ook checken? En ik heb het mezelf ook toebedeeld onder het motto, je zei dat je ook andere games ging uitproberen. Nou, dat heb ik gedaan. Daar heb ik nu alweer spijt van. Maar anyway, Ollie World. Wat is Ollie World? Bij het beginnen het verhaal, want het is een sterk verhaal. Het begint in Redlandia. Ja, dat is het Redlandia. Land, dat is de world wat zich afspeelt. En daar maak je je eigen, in mijn geval, mijn eigen Yui. En daar zit een best wel vette customization bij. Dus daar begin je. Zo. En daar heb je 5 skategoden. Ja. En je hebt skate wizards en die bewaken een beetje de heilige skategeest in de wereld. Maar eentje die wil met pensioen. Mm. En eigenlijk is het aan jou om dus te bewijzen dat jij de nieuwe skate wizard kan worden. Oké. En dat ga je doen. En dat begint dus inderdaad met een heel vet outfitje uitkiezen. Nou, dit ben ik dan. Ja. Hij lijkt ook wel, vond ik zelf. Best zeker. Aardig. En dan ga je op pad. En dan is het eigenlijk, ik zou het omschrijven als een combinatie tussen de mijnkarretjes levels van Donkey Kong en de gameplay van skate. Dus het is skaten met je pookjes. En ik heb de blaren op mijn duimen staan. Het is eigenlijk vooral actiereactie. Oftewel, je ziet iets. Je ziet het hier, je kan grinden. Je kan springen, je kan jumpen. Ondertussen heb je echt insane veel verschillende moves die je kunt maken. Het is niet dat je maar één move maakt, maar ik ken niet al die namen. Die zal jij ongetwijfeld hebben. Maar de manier hoe je grindt, daar zijn vele opties voor. Nou, dat is dan, de ene is links omhoog, naar rechts met je sticky, de andere is links onderdoor. In principe moet je 2 dingen doen. Dat is eigenlijk het eind van het parcours halen. Hè? Want er zijn 5 werelden waar je doorheen gaat. En al die werelden bestaan weer uit verschillende missies, noem ik het dan even. Noem het maar tracks als het ware. En die moet je afleggen. En ondertussen moet je het afleggen, maar je moet ook nog eens een keer zo hoog mogelijk scoren. Dus dat betekent dat hoe betere combo's je maakt, hoe betere moves je maakt, des te meer punten je haalt, hoe meer punten je haalt. Ja, dus er zijn eigenlijk 3 pijlers. Je hebt inderdaad de pijler het einde van het level halen. Ja. Dan wel niet met of zonder checkpoints, het liefst zonder. Ja. Dan heb je 1 vriend van je die altijd mee is. Die heeft een aantal opdrachten voor je en die staan meestal gelijk aan. Ja. Sla 5 zeemeeuwen of juist niet. Ja. Of doe een bepaald trucje op een bepaalde plek. Mm-hmm. Of sla bijvoorbeeld van die diamanten door, wat ook weer vrij lastig kan zijn. Soms je muscle memory gaat alle kanten op. Ja, 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 ja. En dan heb je nog de 3 vrienden die ook al een score hebben neergezet. En die moet je dan ook halen. Of daar moet je eigenlijk overheen. Het zijn een beetje weirde mensen. Het grappige is, eigenzinnig zou ik het willen noemen. Het kan zo zijn dat jouw poppetje, die jij gecustomized hebt, dat die ook weer in iemand anders game kan komen. Dat begreep ik ook. Ja, die dikke, de Gnarly Mike, dat is de gast die je de hele tijd die opdrachten geeft. Nou, de game is lastig. Het bouwt heel rustig op. Eigenlijk is die tutorial gaat de hele tijd door, want je leert constant nieuwe dingen. Ja. Het is niet een heel vervelende tutorial, maar je leert steeds dingen. Het is gewoon de hele tijd op mijn bek, overnieuw, op mijn bek, overnieuw. Dat gaat gelukkig snel. Hè? Op 3 hoekje drukken en 1 keertje tappen, dan ben je meteen bij het begin. Als je hem vasthoudt, ga je helemaal terug naar het begin. Als je echt een masochist bent. Ja. En waar ik heel blij mee ben, en dat was in het verleden wat minder van Ollie, is dat, kijk, ze hadden kunnen zeggen, op het moment als jij bijna helemaal bij het end bent en je gaat dan af, moet je weer helemaal overnieuw beginnen. Ja. Daar was ik namelijk bang van. Ik ben hier, het kostte mij wel wat moeite om dit te doen, want het is heel snel al die, daar moet ik op drukken, dit moet ik doen, reageren, weet je wel. Babylonische vingerverwarring noem ik dat altijd. Maar het is zo, ze hebben die game gemaakt dat jij, als je al voldoende hebt aan al jouw psyche, hersens en vingerspitsengevoel om alleen het end te halen,
dan mag dat. Dan kun je ook doorgaan. Dus ja, dan kun je het spel doorspelen. Het is wat mij betreft echt wat de Donkey Kongs en de Mario's van deze wereld ook doen. Ja. Het is niet heel nou, het kan zelfs soms ook nog moeilijk zijn om alleen maar het einde van het level te halen. Zeker. Maar dat is te doen. Dat is niet, daar ga je niet op vastlopen. Althans, niet te lang. Nee. Ja. Maar als je de challenges wil doen of het aantal punten. Op het begin moet ik zeggen, ging het nog wel aardig om gewoon steeds alle drie de poppetjes te verslaan. Ja. En op een gegeven moment kwam er ineens een level en dan stond er op het eind, oh, je moet 1.300.056 nou, punten halen. En dan had ik er 20.000. Dus dan ja, daar schrok ik ook wel van. Ja. Van holy shit. Want je hebt ook nog, je hebt dus feitelijk het aantal punten, maar je kunt je ook nog weer, wat veel mensen doen, is natuurlijk gewoon helemaal uitspelen. Ja. En dan kun je nog een keer overnieuw gaan beginnen, omdat je dan al die moves kent. Dus dan die sicke moves die je in het begin nog niet wist hoe die moest. Je kan ze wel doen, hè? Maar ze zijn je nog niet uitgelegd. En dan echt voor high scores gaan. En dat elke dag reset dat weer. Dus je kan de skater van de dag worden. Daar zit een extra challenge in. En ik had daar wel wat moeite mee. Ook omdat ik dit soort spellen niet gewoon ben. Ik bedoel, ik speel niet vaak. Heel veel indie games hebben natuurlijk dat actie-reactie. Mm-hmm. Dat is iets wat. Kan je dat niet neerbuigend zeggen dat doable is voor een indie met niet al te veel mensen? Weet je wat? Ik bedoel, ze gaan natuurlijk altijd een beetje nat op 3D graphics en al dat soort dingen. Dit ziet er prachtig uit, toch? Zeker. Maar ik bedoel, waar ze heel erg op gefocust hebben, is te zorgen dat het bewegen, het skaten zelf, super soepel aanvoelt. En dat doet het. Ja, ik moet zeggen, ik was nog niet bekend met Olly Olly. Nee. Want er zijn al twee delen eerder geweest. En deze schijnt dus wel echt een stuk makkelijker te zijn. Want vroeger moest je ook zorgen dat je op het juiste moment op kruisje drukt voor je land. Ja. Dat kan nu nog wel. Dus het is wel hoe beter je land, hoe meer punten je krijgt. Maar het is niet zo dat je meteen valt. En dat had ik op het begin had ik ook het gevoel dat je helemaal niet kon vallen. Want je kan je trucjes, zeg maar, als je bij Tony Hawk of bij skate te laat bent met draaien en nog niet recht gedraaid bent, dan val je om. En hier is het vrij vergevingsgezind, moet ik zeggen. Ja. Latere levels wordt het gewoon zo complex, omdat je in de manual, uit de manual, in de grind, trap af, dan wordt het... Nou, dan en gaat... wall jumping ook nog een keer, weet je wel. Ja. Ik bedoel, er komen steeds meer elementen bij. En ook nog, daar ben ik wel een beetje opgehouden, want... nou goed, daar ga ik het zo wel over hebben. Op een gegeven moment heb je ook nog eens... In het begin gaan alle tracks gewoon van links naar rechts, weet je wel. Op een gegeven moment gaat het dus van links naar rechts en weer terug en weer naar links. Bizar. En dan kun je vaak ook nog weer kiezen tussen... Neem ik hoog of neem ik laag? Ja, je moet die levels echt gaan onderzoeken, ontdekken. Absoluut, eigenlijk. Ja. En dat vind ik wel, ik vond dit wel fascinerend. Dus misschien is de game net te hoog. Nou, ik wil niet zeggen dat het te hoog is, maar ik moet er bijzonder veel moeite voor doen. Maar ik zie wel de inventiviteit, de creativiteit die deze mensen erin hebben gestoken. Want in het begin dacht ik ook, ja, van links naar rechts, een beetje skaten en grinden. Ja, nee, 100%. En wat je ook al zei, van die tutorials zitten eigenlijk door het hele spel heen verweven. Ja. Het is niet zo dat je op het begin alles leert. En daardoor heb je ook wel, iedere keer als ik dacht, nu weet ik het wel, kwam er wel weer iets nieuws. En soms zat dat in een level, soms was dat omdat je inderdaad een nieuwe trick leerde en dat je ineens besefte, Het allemaal. Ik had het begin gewoon, ja, je hebt gewoon een trictionary, daar staat alles in. Maar er zijn dus ook steeds leveltjes tussendoor, waarin ze zeggen, oké, nu doe je gewoon 5 keer een ollie op het begin. Ja. Nu grind je 5 keer. Nu doe je 5 keer een manual. En zo leer je steeds verder. En dan heb je dat in het volgende level nodig. Mm-hmm. Maar inderdaad, op een gegeven moment introduceren ze de halfpipe eigenlijk. En dan verandert dus ineens je richting. Ja. En dan is het dus ook zo dat je soms over dingen heen grindt die dan neerstorten. En dan moet je dus weer terug. Ja. En dan kan je dus in 1 keer naar beneden en zo. Maar ja, goed, dat weet je niet. En dan aan het einde van een land, dan krijg je zo'n mooie skate god. Ja. Dat je ze alle 5 hebt. Ik heb hem op de PlayStation 4 gespeeld, jou op de PlayStation 5. Hij is ook op de Xbox en hij is ook op de Switch. En ik dacht bij mezelf van, damn, dit is een Switch game. Ja, behalve dat de controls daar... Dat lijkt me net even te lastig worden. Oké. Maar dat ik heb het niet uitgeprobeerd, maar ik zag wel dat hij daar ook goede reviews kreeg. Nou, de reden daarvoor is van, ik kan dit niet heel lang achter elkaar spelen. Gewoon omdat het heel intensief is. Ja. Het kan frustrerend zijn. Ik ben iemand met een kort lontje. Je gaat heel vaak dood. Dan krijg ik een soort van angst als ik er voorbij ben. Oh, dan moet ik het goed houden. Dan moet ik het goed houden. Want anders ga ik weer... weer. Nou, dat soort dingen. Ja. Ik vind het heel leuk om gewoon een half uurtje een paar leveltjes te doen. Ja, nee. En dan is een handheld bijvoorbeeld in de trein zou heerlijk zijn. Dus. Ik had dat ook. Ik had echt letterlijk een blaar op mijn duim. Het is best wel intensief. Je hebt je controller filter. En met de Switch denk ik dat toch weer net even lastiger is. Zeker. Dat is ook
ik ben natuurlijk de PlayStation controller veel beter gewend dan de Switch controller. Ja. Maar het concept van dit onderweg meenemen is inderdaad heel vet. Ja. Waren er niet, moet ik er wel bij zeggen dat ik toch wel iedere keer weer als ik begin de eerste 10 minuten even weer moet wennen van, oh ja, rechter stukjes grabben. Nee. Linker trucje, manual kruisje, R2 draaien. Dus ja, het is wel iedere keer weer even wennen. Waar je ook aan kan zien dat dit gewoon een qua gameplay echt een goede game is, is en dat heeft bijvoorbeeld een lastige Dark Souls of een goede roguelite game die goed in elkaar zit. Als je afgaat, als je faalt, ligt het altijd aan jou. Ja. En dat merk je op een gegeven moment, heb je door en denk je, fuck, dat heb ik gewoon verkeerd gedaan. Als je faalt, ligt het niet aan een besturing die niet goed is of een cameravoering die niet werkt of dat soort dingen. En dat vind ik knap. Het blijft challenging. Het enige wat ik soms jammer vond is dat ik dacht van oké, hier loop ik vast, kan ik dan niet naar de andere wereld toe? Maar zo werkt het niet. Nee, ja, ik vind dat niet meer dan fair dat niet is hoe het werkt. Nee. Soms moet je een beetje je best doen. Ik heb een aantal kritiekpuntjes toch wel, want laten we niet alleen maar de hemel in prijzen. Nee. Allereerst, op het begin heb je altijd een soort van dialoogje met je vrienden. Dat is vrij vervelend, ja. Het ziet er saai uit. Je kan gelukkig wel zeggen, let's just skate, I don't want this shit. Maar het ziet er ook tegenover de rest van de game best wel crappy uit of zo. Het voelt net niet helemaal lekker. Nee, daar hebben ze niet op gefocust. Nee. Ik vind de stijl zo vet dat ik eigenlijk wat vaker 2D-animatie cutscenes zou zien. Maar dat is echt gewoon iets wat ik heel graag zou willen. Ja. Wat ik wel had, je hebt op een gegeven moment ook sidequests. Ja. Die vind ik vrij ongeïnspireerd. Mm-hmm. Behalve dat er eentje was waar je racete tegen een beer. Ja. En toen dacht ik, waarom eindigt niet elk land met dat je een soort van tegen die skate god moet skaten of dat het een race is of zo? Want dat is best wel een nieuw leuk element wat verder niet echt gebruikt wordt. En op een gegeven moment is die game klaar. Nou, daar zie je denk ik dus aan dat dit een indie studio is. Ja. Ik bedoel, ze hebben gewoon x aantal mensen. Ze hebben zich heel erg gefocust op deze game moet gewoon goed lopen, goed spelen. Maar op dingen als extra's, als eye candy, als extra cutscenes. Bedoel, ze praten al. Ja. Op een gegeven moment word je daar een beetje moe van. Die beren inderdaad, heel erg grappig. Ja, dat zit er dan net te weinig in. Waardoor de aantrekkingskracht puur uit de gameplay zelf moet komen. En ja, dat voelde voor mij wel heel fijn aan. Zeker. Ik vond het super vet om gewoon. Ik vond eigenlijk die challenges van, ik weet niet meer hoe die heet. Die wat forsere guy, die geeft je de challenges. Ja, Gnarly Mike. Gnarly Mike. Ja, ja, Mikey die geeft die challenges. En daar, het enige wat ik daarbij had, is dat ik het chill zou vinden als er, stel je moet, weet ik veel, 5 zeemeeuwen raken binnen 1 run. Dat er dan wel boven in beeld staat, je hebt er nu 3 van 5. Okay, of soms moet je bepaalde trucjes doen en dan denk je dat je het hebt gedaan, maar je weet het niet helemaal zeker, omdat je ook maar een beetje aan het hopen bent dat je het goede trucje uit je duim hebt weten zuigen. Dus dan is het wel chill als er in beeld ergens zou staan van oké, 3 uit 5, 6 uit 10. Wat raar is, want bij de tutorial gebruikt het wel. En dan zegt ze van, je moet die 3, weet ik veel, ollies maken en dan doe je de 3 en dan poem, poem, poem. Ja. Dat is, misschien dat is het ter motivatie dat de mensen die alleen maar het einde van het level willen halen, niet denken, moet ik ook nog dat doen? Nou, ze hebben de game wel wat toegankelijker gemaakt, maar ze wilden ook niet te ver gaan. Nee. Of dat nou is omdat ze dat bewust doen, omdat ze vinden dat dit gewoon een moeilijke game moet zijn, of het tijdschil. Want volgens mij is die ook al een keertje uitgesteld, maar dat weet ik niet 100% zeker. Maar ja, goed, de slotvraag dan. Kopen, budget, bak of slopen? De game is overigens €30, dus dan vind ik al bijna, Als je budgetbak zegt, dan is het gewoon een slechte game. Nee, ja, ik vind het. Ik heb me hier meer dan kostelijk mee vermaakt. Dus dan zeg ik gewoon kopen. Ja, ik ben ook helemaal voor kopen. Zelfs ik, die er moeite mee had, gaat deze op mijn PlayStation. Want hij is 3 gig. Nou, dat kan nog net naast Call of Duty. Dus wel, hè? Dat lukt nog wel. En ik ga dit zeker nog de komende tijd spelen. Nu wil ik even ter afsluiting, want je hebt er heel veel moeite over gedaan. Je hebt jezelf namelijk nagemaakt. Je had het meegenomen. Dat gaan we nu even doen, want het lullige was met de beelden. Hij heeft een petje, dus wil ik eigenlijk even dat poppetje zien. Als ik dat poppetje nog 1 keer kan zien. Want Joey heeft zichzelf echt heel goed nagemaakt. Ik bedoel, kijk, dit is het bewijs. Nu zie je het. Dit is Joey. Ja, kijk. Dat is toch gewoon helemaal Joey. Ik bedoel, vet, alleen toch? Zijn petje vloekt met de greenscreen. Dat zou ik ook nog wel graag willen. Dat al mijn favoriete skatebrands er de volgende keer in zitten. Gewoon van mijn plaatselijke skatewinkel, zeg maar. Ching ching. Ja, nee, maar goed. Daar lap ik wel een beetje bij. Oh, dan lap je hem wel een beetje bij. Goed. Ollie World. Hele toffe indie game. Vet.